This is our small bedroom. We hebben nu inmiddels de beschikking over twee huizen die we hebben kunnen aankopen met sponsorgelden. De kinderen hebben in ieder geval nu een dak boven hun hoofd, maar de hygiënische omstandigheden zijn echt heel erg slecht. Daarnaast de vloeroppervlakte die ze met de beschikking heeft, is gewoon minimaal. En heeft ongeveer per huis een 30 vierkante meter ter beschikking, waarop men zowel moet studeren, eten als slapen. This is our bedroom. This is our only toilet. This is our kitchen. Kinderen eten 3 keer per dag rijst met groenten. Voor vlees of vis is er normaaliter niet voldoende geld. Dat maakt de maaltijden redelijk eenzijdig en de kinderen krijgen onvoldoende eiwitten binnen. Je ziet dat er aan de levensomstandigheden van deze kinderen nog het nodige verbeterd kan worden. Er is dringend behoefte aan nieuwe douches en toiletten, maar ook aan fatsoenlijke keukenapparatuur, grote rijstkokers, opbergschappen in de slaapzalen, degelijke houten tafels en nog veel meer. Daarnaast willen we langs de huizen 2 moestuinen aanleggen, zodat deze groep zelf groenten kan verbouwen. Voor de aanschaf en aanleg van dit alles zijn we op zoek naar donateurs. Elke bijdrage, groot of klein, is van harte welkom. Een deel van dit geld willen we ook spenderen aan primaire levensbehoeften van de novicen. Denk aan kussens, dekens, matrasjes en klamboes. Maar er is nog een tweede vorm van sponsoring mogelijk die zeker zo belangrijk is. En dat is de persoonlijke sponsoring van een kind. De ruim 100 kinderen van de Golden House, zoals de 2 Nargis huizen inmiddels genoemd worden, moeten elke dag te eten krijgen. Datzelfde geldt ook voor de 130 meiden van de etnische groep. Dit drukt, zoals je begrijpt, zwaar op de schoolbegroting. Voor slechts €31 per maand kun je een kind sponsoren, dat daarmee verzekerd is van eten, drinken, schoolspullen en kleding. Hoe meer kinderen er gesponsord worden, hoe beter. We streven ernaar dat beide groepen op termijn grotendeels zelfsupporting worden. Als je het leuk vindt, kun je per e-mail contact met je sponsorkind onderhouden. Mocht je hem of haar ooit willen opzoeken, dan zullen we jou daar uiteraard bij helpen. En dat zal werkelijk een onvergetelijke ervaring voor jou en het kind zijn. Natuurlijk willen we ook graag een steentje bijdragen aan het plezier en levensgeluk van deze kinderen. En daar is weinig voor nodig. Wat dacht je van een voetbaltoernooi op het schoolterrein? Dat de afgelopen keer glansrijk gewonnen werd door het team van de Golden House. Of een dagje naar de dierentuin, waar we allemaal gratis naar binnen mochten. Elke bijdrage, groot of klein, brengt ons een stapje dichterbij een gezonde leefomgeving en nieuwe kansen voor deze kinderen. Als jij al een kind sponsort, dan willen we jou daar van harte voor bedanken.
Mocht je nog twijfelen, bedenk dan dat jouw bijdrage volledig ten goede komt aan het project. Zanika is my princess. En dan is het goed om te weten dat Stichting World Explorations AMBI gecertificeerd is. Dat betekent dat je een deel van het sponsorgeld terug kunt krijgen van de Belastingdienst. Now I'm very happy together with the children, together with all the children. Now we have one big family. These children are working on a new future and you can help them to succeed. Thank you. I don't know if you will listen to a humble prayer. They tell me I am just an outcast. I shouldn't speak to you. Still I see your face and wonder, were you once an outcast too? Them all the part.